Roy, Achthoven! Ja, hij komt nu naar voren. Mag ik een applausje? Goedendag. Hallo, wat een mooie jas heeft u aan. U lijkt op, u doet meteen aan Sjek. Kan iemand dat deurtje van Sjek na doen? Hij is er. Ja, hallo, welkom, leuk dat u er bent. Dank u wel. U heeft geen instelling, ja. Kijk. Zuidoost is een stadsdeel van multicultureel samenleven. Er is leven op straat en dat bruist. Wij Surinaamse mannen zijn Zuidoost. Verblijven graag buiten. Dat hoort bij onze cultuur. Maar we worden weggeduwd uit onze eigen stad. Er is al 2 jaar een strijd over iets simpels. Dat als een plaskruis op het plein. We willen even de foto zien. Kunnen jullie even wiebelen? Dankjewel. Dat is een plaskruis. Ja. Ondertussen is er een open riool daar, omdat we worden weggeduwd. Beeld van Bis bij Pilaar. Wie stelt eigenlijk de norm? De klagers die de weg weten te vinden, of de mensen die hier al jaren zijn? Wij zijn Zuidoost en daar hoort een openbare toiletfaciliteit bij. Wij zijn Zuidoost en daar hoort een openbare toiletfaciliteit bij. Als u dat gaat faciliteren, gaat u bij ja staan. Als u zegt dat ga ik niet faciliteren, ga je bij nee staan. Sta je bij ja of ja, bij nee? Ja. Jij staat bij nee? Gaat het specifiek over de plaskruis of over het openbaar toilet? Ja, het gaat specifiek plaskruis. Plaskruis of openbaar toilet? Plaskruis of openbaar toilet? Ik heb liever een betere openbaar toilet. Wacht even, stelling. Gaat het over openbare toilet of over plaskruisen? Plaskruis en openbare toiletten. Beide, plaskruis en openbare toiletten. Dus als je daarvoor bent, dan ga je bij jou staan. Als je zegt nee, waar sta jij? Midden mag niet, hè? Nee, maar als je zegt plaskruis en openbare toiletten, dat zijn 2 verschillende dingen. Hè? Ja. Dus laten we even daar duidelijk over zijn. Een openbare toilet wordt gebruikt door iedereen. Dus niet alleen door mannen. Ja. En ik vind... Maar wij zijn voor openbare toiletten en plaskruisen. Nee, mag ik daar iets over zeggen? Ja? Maar, kijk, een plaskruis, met alle respect, hier in Zuidoost zijn we geen beesten. Ja. We zijn mensen. Een openbare toilet hoort gewoon voor iedereen toegankelijk te zijn. Voor man en vrouw. Dat willen we. We willen gewoon meer openbare toiletten, niet alleen in Zuidoost. De Partij van de Arbeid staat voor meer openbare toiletten in heel Amsterdam. Ja, maar daar zijn we allemaal mee eens. Mag ik wel even, deze heren en dames, iets zeggen? We zijn echt al 2 jaar bezig. Het duurt heel lang voor er iets is. In het KMN-traject straks zal er een openbare toiletvoorziening zijn. Duurt nog 5 jaar. Ondertussen is het gewoon een open riool. Voor de dames, die kunnen naar de Bontekraai. Sommige heren kunnen ook naar de Bontekraai. Maar de Bontekraai heeft niet de capaciteit om een heel plein van toiletfaciliteit. Dus de oplossing was tijdelijk een plaskruis. En dat wordt als veiligheidsrisico gezien. Omdat de wijkagent zegt... Wij willen helemaal geen mensen op straat. En daar zit het probleem. Ja, dus hè, cultuur, wij leven op straat. Wij zijn vaak op straat te vinden. Dus openbare toiletten en plaskruisers zijn heel erg... Wie heb ik nog weinig gehoord? Wie wil er nog wat zeggen? Of wie heeft er iets van... Ik heb iets gezegd. Wil jij wat zeggen? Ja. Nee, het is precies wat hij zei. Ik bedoel, openbaar toilet. Hij zei, wij zijn Amsterdam, Zuidoost, wij Surinamer. Maar Zuidoost is niet alleen voor Surinamers, het is voor iedereen. Dus openbaar toilet moet ook toegankelijk zijn voor iedereen. Het zijn vrouw of man. Ja, okay. Ja, misschien nog één toevoeging. Nee, maar ik vind ook dat we echt moeten kijken naar voorzieningen voor verschillende groepen. Dirk de Jager heeft vorige week voor mannen nog een aparte plek georganiseerd. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook gewoon op straat kunnen zijn, maar het moet dan wel veilig voelen. Ook voor andere mensen die gebruik maken van de openbare ruimte.
En het moet in elk geval schoon, dus die openbare toilet moet voor iedereen zijn. Ja, ik wil me hierbij aansluiten als vrouw. Ik heb niks aan een plaskruis. En ook vrouwen zijn buiten. Daarnaast is het zo, ook al is het een snelle oplossing, we moeten naar lange termijn oplossingen. Dus waarom is de Bonte Kraai de plek waar je naartoe moet gaan? En is er niet ergens anders waar je publiek naar de wc kunt gaan en er niet een oog en een tand voor moet betalen? Dus we moeten ook keihard werken naar de faciliteiten voor de buurt in het algemeen. Het is heel simpel. Amsterdam is een inclusieve stad. Dat geldt ook voor Zuidoost. Dus we willen dat iedereen, als er publieke faciliteiten zijn, mannen, vrouwen, wie dan ook, wat je ook voelt, hoe je ook voelt, daar gebruik van kan maken. Daar staan we voor. Mooi.